Welkom bij Je Verdient Het Niet. Een feesten naar de waarheid. Dekken bedrijven wel al hun kosten? Betalen de consumenten wel de ware prijs? We nemen een hamburger als voorbeeld om de vraagstelling te verduidelijken. Het vlees dat in hamburgers wordt gebruikt is afkomstig van koeien. De meeste koeien eten graan. Bij het verbouwen van dit graan wordt vaak kunstmest gebruikt om op korte termijn de oogst te vergroten. Op lange termijn echter gaat het gepaard met negatieve externe effecten als bodemdegradatie. Ook wordt er tijdens de teelt van graan veel pesticiden gebruikt die schadelijk zijn voor het milieu. Het milieu wordt dus geschaad, maar de kosten om het milieu weer te bevorderen worden niet meegerekend in de prijs. Daarom is er sprake van verborgen kosten. Hetgeen wat we ons nu eigenlijk afvragen is, waarom rekenen we deze verborgen kosten niet mee? Ik denk dat hier in de eerste plaats een rol speelt dat, om het vanuit de theoretische economie te zeggen, de mensen in het algemeen niet denken in termen van algemeen evenwicht. Met algemeen evenwicht bedoel je in de economische wetenschap dat er heel veel zaken onderling samenhangen. Dus je kunt praten over een markt en uitsluitend, bij wijze van spreken, de markt van scheermesjes bekijken en alle andere markten die er in de samenleving buiten beschouwing laten. Dat noem je een partieel evenwicht bekijken. Dan kijk je eigenlijk naar een soort eilandje. Maar een algemene evenwichtsredenering betekent dat je de samenhang met andere markten, dat je die in beeld brengt. Dus als bij wijze van spreken op de koffiemarkt de prijs omhoog gaat, dan kun je dat geïsoleerd bekijken, maar je kunt je ook afvragen, wat betekent dat dan voor de vraag naar thee? Wat gaat er dan op die theemarkt gebeuren? En dat betekent dus dat je meer of minder ruim kunt denken. Dit vraagstuk, namelijk dat de externe effecten, de schade die door bepaalde beslissingen worden aangericht, dat men die in eerste instantie gewoon ook helemaal niet in de gaten heeft. Dus, en het kan ook soms lastig zijn om te zien dat door een bepaalde investeringsbeslissing van een onderneming ergens, dat daardoor ergens ja, op meer of minder grote afstand schade wordt aangericht aan allerlei andere activiteiten en processen in de samenleving. Dus hier kan in de eerste plaats ook een informatieprobleem zijn van zijn we daar wel goed over geïnformeerd? Ja. Vervolgens, stel dat men op een bepaald moment daarover geïnformeerd raakt, omdat bij wijze van spreken de andere mensen die elders ergens worden getroffen hun vinger opsteken en zeggen, hé, we hebben nu last van dat en dat. En er ontstaan misschien zelfs ziekten door wat jullie daar doen. Dan komt op een bepaald moment de vraag op, ja, moeten we dat niet beter in kaart brengen en vervolgens kijken hoe we dat kunnen voorkomen. Consumenten denken zoals professor Heertje al aangeeft niet in termen van algemeen evenwicht. Hierdoor ontgaat hen het feit dat er eigenlijk sprake is van verborgen kosten. Er is dus geen transparantie in de markt. Waarom is er geen transparantie in de markt? Verdient de consument niet om transparantie te hebben? Het is niet alleen een kwestie van transparantie. Het kan soms feitelijk lastig zijn om die transparantie te bewerkstelligen. Dus het komt in eerste instantie niet op, dat is eigenlijk het eerste punt wat ik wilde maken, dat het kan gaan
om verbanden, om samenhangen die niet voor de hand liggen. Dus als, ja, als iemand op de weg rijdt en die rijdt te hard en daardoor kan er een ongeluk ontstaan, dan is dat een overzichtelijke situatie en dan weet je dat en dan wordt er al of niet mee rekening gehouden. Maar hier kan het gaan om verbanden, ja, die ook in de tijd gespreid kunnen zijn. Er kan op een bepaald moment een bepaalde activiteit hier in gang worden gezet, die pas op termijn elders negatieve effecten geeft. Of het gebeurt op een plek die men helemaal niet verwacht. Dus er is grote onwetendheid. En of je die kan opheffen, dat is maar de vraag. Je kan wel zeggen dat wanneer in een samenleving dit soort onderwerpen meer aan de orde komen, dan komt er ook meer studie en dan komt er ook meer inzicht. Er moet eigenlijk een bepaalde architectuur zijn waarin transparantie geldt voor de consumenten en waarin de bedrijven de ware prijs doorberekenen. Maar in de huidige architectuur leidt de winstgedrevenheid van bedrijven vaak tot negatieve externe effecten. En hoe krijgen we deze winstgedrevenheid eruit? Hier moet ik dat toch iets toevoegen bij wijze van spreken. Er is eigenlijk, als het om dit soort ethische vraagstukken gaat, is er een neiging al eeuwenlang om te vertrouwen op de eerlijkheid van de mensen, op de goedheid van de mensen, op de integriteit van de mensen. En te vertrouwen erop dat de mensen, ja, toch goed zijn en die dingen allemaal goed doen. Naar mijn mening is dat een enorm misverstand. En zien we keer op keer dat alleen maar vertrouwen in mensen op hun eerlijkheid, dat vaak op grote teleurstellingen uitloopt. En ik zeg dus wat dat betreft, wanneer je wil dat mensen integer zijn en te vertrouwen zijn en dus handelen overeenkomstig andere criteria, welke dat ook dan zijn. Maar als je zegt ze moeten te vertrouwen zijn, je moet op mensen kunnen rekenen. Als je dat wil bereiken, zeg ik, dat kun je niet doen door tegen de mensen te zeggen, jullie moeten zus en zo, jullie moeten te vertrouwen zijn en daar gaan we aan werken. Dat helpt helemaal niets. Ik redeneer, als je dat wil, dat mensen te vertrouwen zijn, dan moet je een architectuur ontwerpen die bevordert dat mensen zich gedragen alsof ze te vertrouwen zijn. Want daar gaat het om. Ze moeten zich gedragen alsof ze te vertrouwen zijn. Alsof ze eerlijk zijn. En hoezo is dat dan, dat ze zich zo moeten gedragen alsof? Omdat de variant dat ze het werkelijk zijn, is oncontroleerbaar. Of mensen integer zijn of niet, dat kunnen we helemaal niet verifiëren. Dat is een inwendige psychische aspect van mensen. Ik zeg niet dat het onbelangrijke aspecten zijn. Het is natuurlijk heel belangrijk of mensen eerlijk zijn. Maar in het maatschappelijk verkeer, zeg ik, daar kun je daar niet op vertrouwen. Omdat je ziet dat mensen, als er verder niets gebeurt, vaak gewoon in de fout gaan. En dan komt dus de vraag op, hoe kun je bevorderen dat mensen zich gedragen, wat ik net zei, alsof ze te vertrouwen. Dan zal ik nu maar een voorbeeld geven hiervan. Want anders blijft het te abstract. En ik neem een heel eenvoudig voorbeeld. Als we hier naar het herentoilet gaan, dan is daar een urinoir. En dan kunnen mannen dus daar plassen. De ervaring leert dat mannen de neiging hebben om naast de pot te plassen. Niet omdat het onaangename mensen zijn of kwade trouw. Maar dat gebeurt in een bepaalde mate. Dat vinden we vervelend uit een oogpunt van milieu, uit een oogpunt van duurzaamheid ook, van hygiëne. Dus we vinden dat het
En dat is vrij algemeen dat men dat vindt. Dus dat is dat ook wel normatief, dat vinden. Maar dat is een behoorlijk breed gedragen gevoel, laat ik het zo zeggen. Van, het zou beter zijn als iedereen, bij wijze van spreken, als alle mannen wel in de pot zouden passen. Als je zo'n situatie hebt, als dat zo breed wordt gedragen, is de vraag, hoe kan ik dat bereiken? En dan komt dit onderscheid aan de orde. Want dan kun je zeggen, nou, de mensen moeten in de pot plassen. Dus we maken regels, dat doen we in de samenleving ook, die erop neerkomen. Denteraanmannen in de pot plassen. De burgemeester van Bussen, die komt hier bij het etablissement. En die gaat erbij staan en die zegt, denteraanmannen in de pot plassen. Als dat niet gebeurt, dan laat ik de mobiele eenheid komen. Of jullie krijgen een boete. Ik noem nu allemaal dingen die we in de samenleving doen. We proberen dat gedrag van mensen zodanig in te kaderen en met zodanige handhaving ook, dat ze dat gaan doen. Maar we weten dan, dat betekent dus ook, dat we de vrijheid van mannen om naast de pot te plassen, eigenlijk helemaal wegpoetsen. Die vrijheid die wordt opgeofferd. Dat kan helemaal niet. Want je wordt gearresteerd. Je moet naar het politiebureau. Wat is daar de architectuur? Wat is daar van dit voorbeeld de architectuur? Waar heb ik het over? Ik heb het niet over een oplossing waarbij je probeert dat gedrag weer op die manier dwangmatig de goede richting uit te brengen. Maar ik heb het over een architectuur die ervoor zorgt dat dat in de pot plassen op een andere manier gebeurt. En jullie weten ook hoe dat gaat. Daar zit een zwart vliegje in de pot. En dat zwarte vliegje dat is een prikkel. Want dat zwarte vliegje leidt tot gedrag van mannen om te proberen op dat vliegje te mikken. En dat is precies wat je wil bereiken. En het blijkt ook dat meer dan 80% van de mannen heeft de neiging om op dat vliegje te mikken. En wat zou dan... Ja, en even één ding afmaken. En dat betekent nog maar ze zijn nog steeds vrij om naast de pot te plassen. Dus je laat de vrijheid helemaal intact. Dus iemand die zegt, ik trek me niks van dat vliegje aan, dat mag. Dus de vrijheid, dat is een heel belangrijk gegeven, die blijft. Maar je bereikt in 80% van de gevallen wat je wil bereiken. Nou, zo, dat kan ik nu ook illustreren met andere voorbeelden. Dus laat ik nog maar één ding noemen. Dit is een etablissement waar af en toe wel eens een koud buffet wordt geserveerd. En dan kun je dus tegen de mensen op bepaald. Je hebt een leuk gezelschap met 100 mensen en je zegt, nou, jullie mogen nu naar het koud buffet. Dan weet je wat er gebeurt. Mensen gaan naar het koud buffet. Het was een heel leuk gezelschap met aardige mensen. Niemand had iets kwaads in de zin. Nu mogen ze allemaal naar het koud buffet. Je krijgt rijen. Je krijgt ellebogenwerk. Iemand drinkt een beetje voor. Je krijgt irritatie. Je krijgt misschien een handgemeen. En dan vallen rakenklappen. In 5 minuten heb je van zo'n gezelschap een beestenbende gemaakt. Eenvoudig door je architectuur, door je constructie, door de manier waarop je het aanpakt. Je zegt, jullie mogen allemaal naar het koud buffet. Dat heb je ook in een voetbalstadion. Ga jullie allemaal maar zitten waar je wil. Als je dat doet, dan zet je dus supporters van verschillende voetbal, die zet je door elkaar heen. Als je dat doet, dan krijg je gedonderen. Als het ware, dan gaan ze met elkaar op de vuist. Nou, dat is ook bij dat koud buffet. Hoe los je dat daar op? Meestal dat het een mevrouw, die staat even op en die zwaait een beetje zo en die zegt, we doen het zo, eerst die tafels naar het koud buffet, dan die tafels naar het koud buffet en dan die. Dan verloopt het allemaal prima, is niets aan de hand. Dat is architectuur, dat hebben we toch. En dan lok je dus uit een alsof gedrag. Ze gedragen zich dan allemaal alsof ze te vertrouwen zijn. Of ze het werkelijk zijn, dat weten we helemaal niet. Maar dat hebben we ook helemaal niet nodig. We hebben nodig dat ze dat alsof gedrag vertonen. Nou, en daar heb ik het op. Bedrijven verdienen meer dan dat ze eigenlijk kunnen verdienen. Of dat ze eigenlijk
mogen verdienen. Het is van belang dat we het grotere plaatje gaan bekijken. Dat we het marktevenwicht gaan bekijken. Het is nog wel de vraag wie hier welke rol moet spelen. Er is nog geen ideale architectuur bereikt. Bedrijven verdienen te veel, terwijl consumenten juist tekort hebben. Doelend op transparantie. In ons huidige verdienmodel verdienen we enkel geld. Het bruto nationaal product geldt hiervoor als een meetlat tot succes. In het huidige model hebben we maar één as waar we het bruto nationaal product meten. Als je dit letterlijk neemt, focussen we ons alleen op economische groei. Wat uiteindelijk ten koste gaat van het milieu. Moeten we niet aanvullende assen erbij betrekken, zoals het meten van geluk? Het gaat om zaken die voor de mensen van belang zijn en waarvan het voorzien in de behoefte beslag legt op schaarse middelen. Dus als je in concreto ergens op een bepaald moment zegt, we kunnen hier een oud gebouw, een kasteel, wat daar ergens staat, dan hebben we nog een paar kastelen in het land, dat kunnen we slopen. En daarvoor in de plaats zetten we een paar grote flatgebouwen. Wat doe je dan? Dan ga je dus inspelen op de materiële groei via flatgebouwen neerzetten. Die kun je verhuren, noem alles maar op. En je offert dat kasteel en ook de omgeving van het kasteel aan natuur offer je op. Het economische aspect is gewoon dat je omgaat met beperkte middelen. En dan dus kiest voor het vernietigen van cultuur bijvoorbeeld. En ook eigenlijk de suggestie hebt, ja dat kost verder niets. En ook dat die grond en natuur, dat kost verder niets. En we zetten daar een flatgebouw neer en dan komt er wel een geldstroom. Dat is dan, maar je moet wel zien dat het blijft economie of wat je gaat kiezen. Dus als je op een bepaald moment zegt, we willen dat kasteel handhaven en ook het gebied daaromheen, de natuur, willen we in stand houden. En dat kunnen ze op allerlei redenen, daar gaan wij als vanuit de economie niet over. Dat zijn beslissingen van de samenleving en van de mensen. En die doen dat bijvoorbeeld met het oog op toekomstige generaties. In de zin van, wij hebben dat aan het verleden ontleend, waarom zouden wij dat vernietigen? En waarom zouden wij niet ook zorgen dat het op een goede manier naar volgende generaties gaat? Je bent door dat te doen niet buiten de economie. Je bent in het hart van de economie, want het gaat om het voorzien in behoeften van mensen, van nu en straks en eventueel waar ook ter wereld. En de beslissing heeft het aspect, heeft het karakter van de beslissing over beperkte middelen. Je kan niet alle twee tegelijk. Je kan niet het kasteel en die omgeving in stand houden en ook daar flatgebouwen is. Dat kan niet. Dus je moet een keuze maken. Dat is economie. Dat is de beperktheid van de middelen. Dus je moet ook bij dit soort dingen de vraagstukken waar het om gaat helder en duidelijk presenteren. En dat geldt dus ook voor jullie als scholieren. Het gaat er vooral om dat jullie via de onderwijs in staat zijn om de essentie van vraagstukken, het karakter van vraagstukken, zodanig onder woorden te brengen en zodanig te presenteren dat het handzame problemen worden. En daarvoor moet je dus verwarringen, die moet je vermijden. Ja, en daar zijn we mee bezig. Het verdienmodel waar je terecht over had
en uitsluitend de financiële aspecten. En denken dan dat dat de economie is. En dat is dus niet waar. Het is, de financiële kant is een onderdeel van de economie, maar in de economie is er meer aan de knikker. Namelijk de behoeftebevrediging van mensen. En dat is lang niet altijd in geld uit te drukken.